Kahilichi Singh. Edu Shur kan Alicia. Of Cotherhus? Yeah, Alicia. Alicia van der Jungs, ne? Ja. Was a napsh, op a stoksh, bahmamud, juskuk, dur, anada hatch, as a roksh, as a stet, just a dur dur, kast het zeem hoe hard joh. Dat is een kinderliedje, hè? Ja, een kinderliedje. En hij weet dat nog, kent dat. Ja, ik zie een aantal de muzikant. Ja, ah, zingt dat. De jongens zijn een pruttje van de oude talen. Ik had gezegd dat het een was. Zijn dat lesje. Oké, dat is gewoon niet wel. Het is goed dat je dat nog weet. Ik ga naar 17 jaar, daar was nog een ezel. Ik ga toen naar wij, naar Oosterbroek. Ja. Voor een kleine jongens te beten. Ja, ah ja. Ja, en daar de 17 jaar, mijn vader en mijn moeder, ze kwam naar Walmart. Ik was dan naar Oosterbroek met mijn kleine jongens. Ik heb een trouw, ik kan daar gewoon naar Weerder. Dus hij wint naar Weerder? Ik wint naar Weerder, ja. En nog als hij naar Weerder? Ik ben als hij naar Weerder, ik ga daar gewoon voor het zeker zijn naar Weerder. Ja. Maar van, waar zijn we weer hier nu? Even we zijn hier naar Woonmoord en toen kwam Jean de Bos. Ja. Jean de Bos. Ja, en wie was? Die man was in de Bos, was een grote fotograaf. Ah, ja. Zijn ontwikkeld portret zat erom. Maar. Is begon met de jongens, de getrouwden. Ze moesten leren, ze moesten helpen. Maar hij had ook fotografie, tout ça flandre, flandre fotografie. Ze had schone portretten gedaan voor de métier. Hoe heet dat, de métier? Métier, ja. Voor de stil, de stillen. De stil, ja. Ze had de stil gedaan. Bille jongetjes had trouwen. En met z'n keer de meisjes had trouwen naar toeristen. De boeren op Nederland. De boeren, heb je de processen, weer de processen. Ja. De personaliteit, de grote meisje. Ja. General de Gaulle, hij was passé naar mijn moeder aan het fotograferen, Paul Renaud. Ja. Alors, Simons, le patoisan de Lille. Ja. Champilou, ja. Paul, de grote meisje. Champilou, c'est die taillon, ze maakte. Ja. Dus we zien hier intussen waar Jeanne de Vos gewend de fotografen zijn. Ja. Maar heb je Jeanne de Vos nog gekend? Ja, ik moet nog zeggen. Hoe heb je nu leren kennen? Nu de infirmière had gezegd, ze was nog weer door een meisje te beginnen. Ze had gezegd, woont je en ga werken meer. Ik kan dat zeggen, in de kantine is toen nu nog weer, dat is geen jongens niet meer. Maar ze had gezegd, mademoiselle de Vos, zoek een meisje. Ik had er 19 gezien. Dus dat is een beetje moeilijk. De meisje weet, ik heb niet bloed met haar. Ik heb 7 jaar, maar om dat weer wel te komen. Ik ben samen. Hij had eigenlijk gouvernante geweest van Jeanne de Vos. Van Jeanne de Vos, ja. Hier, en dat dus hier? Dat dus hier, hè. Ja. Ze was toen al alleen, hè. Ze was toen alleen, hè. Meneer de pastor was al dood van vele jaren, hè. Hij was van pastor. Ze had mijn groep, dus ze kon niet meer alleen blijven. Ja. Ze kon geen tijden meer gereden doen, ze kon niet meer weg gaan. Ze ziet geen kloor niet meer, hè. Niet veel kloor. Maar ik kan haar gewoon zoeken, hè, van dat meisje. Ja. En wat voor een pastor was dat als ze bij was? Ah, een pastor. Ik kan dat zo gewoon zeggen van het meisje, maar best gezegd. Het was een saint. Comment is een saint? C'était un saint. En c'était un érudit. En was stiftjes boos. Ja, een erudite man, een slimme vent. Slimme vent. Ik was de... Hij ziet alle meisjes, de reken, de chamel. Hij ziet alle meisjes wel. Ja. En hoe was de naam van die pastor? Joseph Lams. Pastor Lams, ja. En hij was ook van bellen. Een pastor Lams, ook perfect geweest. Maar de familie doet moest maar kennen. Een rijke familie. En hun vader was jardinier, dat familie. En zijn moeder was meester, noem maar die. En die meisje had weer jong dood gegaan en pas dan was mijn 7 jaar. Die twee moesten kussen maken van bellen en daar zijn nu ze mijn jongen opgewekt. De kussen maken? Kussen maken, ja. Edmond de kussen? Edmond de kussen maken. En de familie de kussen maken. Dit reed ik voor. Dit reed ik een meisje, hè. De kussenmakers dus, die het Comité Flamand de France opgericht heeft. Tout à fait. En die liedjes verzamelde, Vlaamse liedjes, hè, de kussenmaker. Ja. Ah, die... Die past, mademoiselle, non, comment je dire, non, je ne sais pas, de demoiselle de Kousmaak, elle a un autre, mais die mannetje opgewekt. Mooi. En elle leert stiftjes verleggen. En elle a veel diplomes, et elle a été avocat à l'armée. Ja.
was ein Pferd, was wird ja ein Stiftig, wo es Bändchen war. Ja, ja, ja. Ja, sie ist der Herr, die kleine Menschen, die haben Stehnen lassen. Dann sagt sie mir, ich gehe mal selber was. Wir haben ein bisschen Rat am Wagen, das Mensch ist ein Jungs von Brasilien. Dann hat die Stehnen mir vorhin in den Jungs, und du siehst, dass er nicht stehen. Also Rat am Wagen, so groß ist er auch, und dann sind sie in den Pflanzen, und ich lasse das dann täten. Ja. Nun, Yvonne, Mademoiselle de Vos, klappte sie sich Flamsch? Sie verstoß, aber sie klappte sie nicht. Ne? Sie verstanden? Ja, sie verstanden. Die Hol, aber sie verstanden auch nicht. Ja? Ja, ja. Und wenn sie gegen die Sache dann holen, Flamsche, sie verstanden. Ah, ja. Ja, ja. Die Hol, ne? Mehr. Ja. Sie haben auch einen Flamsch klappen. Ja. Ja. En hoe komt dat die van dat hier zo goed Vlaams kan klappen? Hoe komt dat? Mijn vader en mijn moeder kunnen niet gaan willen Vlaams. Nee. Ze klappen aan elkaar samen, mijn vader en mijn moeder Vlaams woont klappen. Je kan gewoon, als je kunt gaan wezen de school alleen naar de woonmoed, je kan gewoon Vlaams klappen. Hè? Ja, dus hier had eigenlijk je Vlaams geleerd in school ook? Ja, ik leerde Vlaams klappen, dat was 7 jaar in de school. Ja. Maar ze wisten niet Vlaamse verstoorden. Ah. Voor 1 kilo. In die epoche. Dat meisje is vriendelijk, maar het is jammer dat ze zo dik is. Is het waar? Ik kan dan zeggen, lang erachter, ik zit dik, maar het is wel zacht. Maar madame, ze plekken geen Vlaamse plezier. Het is met alle. Die meisje, de renadon, die heeft dat toch een lang erachter. Ja. Oké, dank u.